Meer good music. Meer van hier. De vrolijkste radio voor het Pajottenland en Denderland. Mooi zo. Ik denk dat wij wel de mensen veilig kunnen laten sporten. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat mensen in beweging blijven en aan sport doen. Uiteraard is het wel noodzakelijk om extra maatregelen te nemen. Hè. Zijn jullie al gesloten geweest in het verleden? Ja, dus de ijspiste is inderdaad vorig jaar enkele periodes gesloten. Nu, ik was hier op dat moment nog niet werkzaam. Hey, ik ben vrij recent gestart hier in Liedekerke, dus... maar er zijn inderdaad al periodes geweest dat de ijsbaan volledig gesloten was. Er zijn ook al periodes geweest waarin dat, het aantal schaatsers gelimiteerd werd op 60 schaatsers per beurt. Terwijl we vandaag nog 250 schaatsers per beurt toelaten. Ja, het is nu kerstvakantie. Jullie hebben ook de openingsuren een beetje ruimer gemaakt. Ja, we hebben de openingsuren ruimer gemaakt, maar we hebben ook... vroeger hadden we twee grote schaatsblokken, één in de voormiddag, één in de namiddag. Hebben we nu opgesplitst in kortere blokken, kortere periodes van 1 uur en 15 minuten. Omdat we werken met een gelimiteerd aantal. Hè. Dus we leggen een beperking op van 250 schaatsers per beurt. En omdat we toch graag zoveel mogelijk mensen aan het schaatsen willen krijgen, zijn de beurten eigenlijk opgesplitst en hebben we een dagelijks 5 tot 6 schaatsblokken per dag. Sommige dagen zijn dat er 4, maar meestal 5 of 6 blokken op 1 dag. Als ik hier eventjes rondkijk, Koen, de discoverlichting, die is vernieuwd. Ja, dat klopt. We hebben inderdaad een nieuwe discoverlichting sinds begin december. Dus ja, wij zijn die momenteel volop aan het gebruiken hè, om wat meer beleving en sfeer te brengen in de ijshal. Concreet, wanneer kan er aan de disco schaatsen gedaan worden bij jullie? In de loop van het jaar is het altijd disco schaatsen op vrijdagavond. Nu tijdens de kerstvakantie zijn we enkele vrijdagen gesloten omwille van feestdagen. Dus wij organiseren in de kerstvakantie ook op dinsdagavond disco schaatsen van 18:30 tot 20 uur. En dan ook vrijdag 7 januari. En zaterdag 8 januari organiseren we kinderdisco op het ijs van 18:30 tot 20 uur. Hè. Dus dat is ook disco schaatsen, maar dan echt met kindermuziek. Dus voor de jongere schaatsers onder ons. Ja, schaatsen, het is echt een gezinsuitstap, want heel jonge kinderen zijn bij jullie al welkom. Ja, absoluut. Vanaf 3 jaar eigenlijk zijn kinderen bij ons welkom, jonger ook, maar de kleinste maatjes, de kleinste maten in schaatsen is 24, dus dat is voor kinderen rond de 3 jaar. Dus eigenlijk ook kleuters zijn zeker welkom bij ons. Het is een leuke gezinsuitstap. We hebben ook enkele hulpmiddelen, rekjes, schaatsdiertjes, die de kinderen extra steun geven en ondersteunen en helpen bij het schaatsen. Tickets, hoe kan ik die het best bij jullie bekomen? Online, veronderstel ik? Ja, online. Hè. Dus tijdens de kerstvakantie is het enkel mogelijk om online een ticket aan te kopen. Hè. Dus de kassa is ook gesloten in de ijshal. Op die manier kunnen wij makkelijk en goed controleren hoeveel mensen komen schaatsen. Dus dat kan via de website van Sport Vlaanderen. En dan kies je als Centra Liedekerken en kom je zo op de webshop terecht. Als ik je zo hoor vertellen, Tom, schaatsen, het is een veilige sport. Schaatsen is een veilige sport. We moeten ook eerlijk zijn dat er ook bij schaatsen uiteraard wel eens ongelukken gebeuren. Hè. Het gebeurt wel eens dat er iemand op zijn arm of zijn schouder of zijn knie valt en hem bezeert. Of in het slechtste geval een breuk. Maar het is zeker niet dat dat hier dagelijks gebeurt. Absoluut niet. Dus schaatsen, inderdaad, hè, als je een beetje voorzichtig bent en de kleintjes kunnen hulpmiddelen gebruiken, is de kans op ongelukken vrij klein.